was weer een zonovergoten dag in het zuiden van Spanje, waar PSV de selectie even in tweeën splitste. Eén deel bereidde zich voor op het duel met Borussia Dortmund. Een ander deel trainde, onder wie de jarige Pablo Rosario, 20 geworden, van harte gefeliciteerd. Damien van Brugge en ook Beto da Silva gisteren aangesloten vanuit jong PSV. Daarna ging het nog zuidelijker naar de kust, naar de grens met Gibraltar, voor een oefenduel met Borussia Dortmund, de Duitse topclub met alle grote sterren aan boord. Philippe Cocu gebruikte dit duel om te testen, in een andere samenstelling met de bekende spelers, maar in een 4-4-2 systeem. En dat was niet al te makkelijk. Jeroen Zoet stopte nog wel een strafschop, maar daarna voerde Dortmund het tempo op en was PSV eigenlijk kansloos en werd het 4-1. En dus kon de trainer niet echt tevreden zijn. Nou, er zijn wel goede dingen die ik heb gezien daarin, waar we ook wel wat kansen door creëren. Maar we moeten ook nog wel even werken aan de defensieve afstemming vooral. Als team, maar ik kan ook niet tevreden zijn over het verdedigen in algemene zin vandaag, want dat was niet goed genoeg. Nou, als je dan tegen een topploeg speelt als Dortmund, dan wordt het afgestraft en dat hebben ze ook gedaan. Ik denk dat ze 1 of 2 kansen onbenut hebben gelaten en de rest hebben ze gemaakt. Nou, aan de andere kant hebben wij ook 3 goede kansen gekregen. Ja, daar zou ik toch ook wel graag voor zien dat we daar nog eentje meer van maken. Maar al met al waren zij wat sterker. Ze hebben 2 keer met een compleet elftal gespeeld. Dus we hadden de tweede helft kregen natuurlijk wel wat moeilijker in fysiek opzicht. Maar dat moet ik toch wel als compliment voor de ploeg geven. Want je staat dan wel met 4-1 achter. Maar we zijn wel blijven knokken met z'n allen. En dat moeten we ook meenemen naar volgende week. Iedereen die moet 90 minuten of bijna 90 minuten spelen. En de ploeg die morgen speelt ook. Omdat je dat nodig hebt als we starten met de competitie. En die voorbereiding is heel kort. Dus ik ben wel blij mee dat we hebben geen probleem. Iedereen is goed uit de wedstrijd gekomen. Andres heeft toch wel behoorlijk wat minuten gemaakt. Dus niet blij met de uitslag natuurlijk. Maar wel veel arbeid verricht. En ook wel weer dingen gezien waar we aan moeten en kunnen werken. Willen we dit vaker gebruiken. Morgen is Freiburg de tegenstander, ook dan is er weer dag van PSV.